Ons land, het prachtige Nederland, is een land van molens, tulpen en dijken. Maar wij zijn groot geworden door ons niet te verschuilen achter die dijken. Maar door juist met een open blik de wereld in te trekken en tegelijkertijd de wereld naar ons land te halen. Van Spinoza tot en met mijn opa Mehmet de gastarbeider. Door de eeuwen heen hebben wij hen die vrijheid en vooruitgang zochten verwelkomd. Daarom maak ik mij zorgen om het debat over internationalisering in ons onderwijs. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen dat dat per definitie slecht is en dat we de luiken dicht moeten doen. Voorzitter, kennis houdt niet op bij onze landsgrenzen. Nederland moet, zoals we historisch altijd hebben gedaan, de beste wetenschappers, talenten en studenten verwelkomen. We moeten het ook aanmoedigen dat onze eigen studenten over de grens heen kijken. Kortom, tegen mensen die beweren dat internationalisering alleen maar een elitair project zou zijn, opgelegd door een bovenlaag zonder binding met het gewone volk, dat we ons terug moeten trekken achter die dijken, tegen die mensen zeg ik, make that the cat wise. Aan de andere kant zijn er mensen die beweren dat internationalisering de heilige graal is. Dat als je geen internationale uitwisselingsprogramma of Engelstalige master hebt gedaan, je niet goed bezig bent. Ook dat is onjuist. Want voorzitter, internationalisering moet altijd een middel zijn en nooit een doel op zich. GroenLinks is blij met wat hierover in het regeerakkoord staat. Meer uitgaande en inkomende studenten. De minister deed de toezegging om voor de zomer met een visiebrief te komen over hoe ze dit wil doen. Maar we wachten ook nog op een eerdere toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Internationalisering december 2016, voor een integrale en samenhangende strategie. Nou, de randvoorwaarden voor de ambities in het regeerakkoord moeten wel op orde zijn. Daar is mijn fractie het in ieder geval over eens. Dus ook voldoende huisvesting bijvoorbeeld voor inkomende studenten. Ik heb daar ook vragen over gesteld samen met mijn collega Linda Voortman. Mijn vraag aan de minister is, wanneer kan de Kamer deze toegezegde verkenning verwachten en hoe verhoudt die zich tot de visiebrief? De heer Beertsema. Ja, voorzitter, tot we tot een verkenning komen en zo hebben we nog altijd te maken met artikel 7.2 van de Wet op het Hoger Onderwijs. Die we gewoon met voeten treden en u staat hier te juichen dat we dat doen. Is het dan niet handiger om eerst die wet te veranderen? Want ja, het kan toch niet zo zijn dat we hier met z'n allen wetten aannemen in de Staten-Generaal, Eerst en Tweede Kamer, en vervolgens dan zeggen, ja, hij komt nou even niet uit die wet, dus we zetten hem opzij en we doen maar wat met die internationalisering. Dat kan natuurlijk niet. Dat Nederlands dreigt te verdwijnen als onderwijs, instructie, onderzoekstaal en in het verlengde daarvan als cultuurtaal. En dat is verschrikkelijk. Iedereen staat dat rare steenkolen-Engels te spreken ineens. We hebben het er pas over gehad. Dus mijn vraag is, waarom bent u daar zo enthousiast over? Waarom moet het nou zo zijn dat 52% van de studenten van de Universiteit van Maastricht buitenlands is? Het begint. Waarom is dat nodig? De interrupties begonnen goed, kort en krachtig, maar het loopt een beetje uit de hand. Echt waar. Voorzitter, ik begrijp heel goed dat Harm Beertema van de PVV de waarde van internationalisering van uitwisselingsstudenten heen en weer niet begrijpt. Dat is logisch. Als je de luiken dicht doet, kun je niet naar buiten kijken. Dan zie je niks. Dus dat begrijp ik wel goed. De heer Beertema. Ja, voorzitter, als dit het niveau van het debat is, weet je, ik heb nooit gezegd dat internationaliseren niet mag. We hebben altijd geïnternationaliseerd. In mijn tijd gingen collega's naar de MIT. Geweldig vonden we dat allemaal. Natuurlijk is internationalisering nodig. Maar als we nou op dit niveau, weet je, dat de PVV weer alle luiken dicht en zo, hou op, dan zijn we toch uitgepraat. Voorzitter, ik ben blij om te horen dat de heer Beertema toch ontzettend met me eens is. Gaat u verder. Voorzitter, behalve internationalisering moet ook verengelsing geen doel op zich zijn. Helaas lijkt het wel steeds meer die kant op te gaan. Hele collegezalen met alleen Nederlandse studenten en Nederlandse docenten die dan in het Engels vakken gaan doen. Zelfs vakken zoals Nederlandse geschiedenis. Nu Dutch history. Met colleges waarin de docent inderdaad in steenkolen-Engels vertelt over het oud-Hollandse poppenspel van Hans Sausage. Hans Horst. Voorzitter, vaderlandse geschiedenis hoeft niet in het Engels. Verengelsing mag geen verplichte norm of een verdienmodel worden.
Verengelsing mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van ons onderwijs. Het kabinet wil scherper toezien op naleving van de wettelijke eisen over opleiding in het Engels. Jammer dat de heer Bertema is weggelopen overigens. Dat is mooi. Goede ambities in het regeerakkoord, maar ook hier mis ik een visie op de oplossing, een concrete uitwerking. Laat ik dan maar een voorzet doen, voorzitter. In het voortgezet onderwijs is het heel gewoon om minimumeisen voor docenten te stellen die in het Engels lesgeven. Voorzitter, ik kan nog een stapje verder gaan. Vorige maand verscheen de keuzegids universiteiten. De Universiteit van Maastricht is koploper van het Engelse klassement. Daar geldt C1 als minimumeis. En als er dan toch klachten zijn over de taalbeheersing van docenten, dan is er veel ondersteuning vanuit de Maastricht Universiteit zelf. Kortom, voorzitter, onze universiteiten kunnen leren van voorbeelden uit het voortgezet onderwijs en ook uit het hoger onderwijs zelf. Goed voorbeeld doet volgen. Daarom vraag ik de minister, is ze bereid samen met de universiteiten dit soort best practices te verkennen? Bijvoorbeeld het voorstel van de VSNU om minimaal taalniveau C1 verplicht te stellen voor docenten die op universiteiten lesgeven in het Engels. Voorzitter, het kabinet zegt het collegegeld voor eerstejaarsstudenten te halveren. Maar dat blijkt toch weer een sigaar uit eigen doos. Studenten moeten dit uiteindelijk zelf betalen door een hogere rente op een lening. Dat strookt niet met de doelen van dit stelsel. Wat betreft GroenLinks blijven studenten het lage rentepercentage betalen. Graag een reflectie van de minister. Voorzitter, na PO in actie is er VO in actie, HBO in actie en nu ook WO in actie. En dat is niet zomaar. Niemand kan meer ontkennen dat de werkdruk in ons onderwijssysteem te groot is. Ik wil vandaag in het bijzonder aandacht vragen voor promovendi. Promovendi zijn van onschatbare waarde voor Nederland kennisland. Op onze universiteiten bedrijven zij op het allerhoogste niveau wetenschap en voeren ze daarnaast ook nog eens onderwijstaken uit. Maar de problemen waarmee promovendi te maken krijgen zijn niet mals. Binnen de wetenschap is de werkdruk bijna nergens zo hoog, komen burn-outs bijna nergens zo vaak voor en is het risico op depressies bijna nergens zo groot. Bovendien heeft ruim 40% van het personeel op universiteit een tijdelijk contract. Uit onderzoek van de Landelijke Organisatie voor Promovendi, het Promovendi Netwerk Nederland, blijkt ook nog eens dat promovendi steeds vaker een korter contract krijgen dan nodig is om hun werk af te maken. Vaak moeten promovendi zelfs in de WW of in hun eigen tijd het traject afronden. Voorzitter, de rechtspositie van onze promovendi is te broos en een problematiek wordt steeds zwaarder. Dat is onacceptabel. Hoog tijd dus voor verandering. Organisaties binnen het onderwijs- en onderzoeksveld krijgen geld van de minister. Daardoor kunnen zij goed opkomen voor hun belangen. Maar het promovendi-netwerk Nederland wordt nog niet gefinancierd. Is de minister bereid in gesprek te gaan met het promovendi-netwerk Nederland en te verkennen hoe een navolging van andere organisaties ook zij steun kunnen krijgen uit de begrotingsmiddelen voor organisaties? Nog niet tot slot. De heer Beertema. Ja, voorzitter, gisteren was er hier een petitieaanbieding van universitaire docenten die enorm klaagden over de werkdruk, burn-out enzovoort. Veel te veel studenten, veel te weinig tijd. Daarom toch nog één keer mijn vraag. U krijgt een herkansing. Waarom moeten we dan blij zijn met 50% extra buitenlandse studenten op de Universiteit van Maastricht? Als we dat niet doen, dan hebben we 50% minder werkdruk. Dan kunnen we 50% meer tijd besteden aan onze eigen Nederlandse studenten. Waarom dan die enorme ideologische dwang om de hele wereld hier maar te laten studeren? Ik begrijp het echt niet. Leg het nou eens uit. Wat worden wij als Nederland daar nou beter van? De heer Özdil. Voorzitter, volgens mij legt mijn collega Beertema van de PVV een aantal rare verbanden hier. Uitwisselende studenten hebben niet de administratieve lasten bepaald op de universiteit. Uitwisselingsstudenten hebben niet gezegd, we gaan het bekostigingssysteem zo maken dat docenten en studenten steeds meer op cijfertjes worden beoordeeld. Ik begrijp heel goed dat de heer Beertema niet zo van de wetenschap en de feiten is. We hebben net al
door de interruptie van mijn collega Kunt gehoord over dat nou klimaatverandering. Maar ik zou mijn collega Beertema willen oproepen om dit debat serieus te nemen. Al dat deden tussendoor, dat stoort mij mateloos. Dat zou u niet moeten doen. U discrimineert toch niet? Doe dat bij mij dan ook niet, alstublieft. Vorige keer al over mijn leeftijd, die niet zou kloppen. Ik sta erop dat u mij als een collega-parlementariër met fatsoen behandelt. Meneer Özdil. De heer Özdil. Dat is ook volgens mij wat ik aan het doen ben. En ik ben blij om te horen dat de PVV tegen discriminatie is. Tot slot, de heer Beertema. Bij de hand dingetjes. Voorzitter, het is een serieuze vraag. Meneer Özdil weet ook dat de wederkerigheid in de internationalisering is niet in orde. Er gaan veel, veel minder Nederlandse studenten naar het buitenland dan dat ze hier komen. Al die buitenlandse studenten die leggen een druk op de inzet van de docenten, op de studentenhuisvesting zelfs. Dat zijn enorme aantallen. Nogmaals, Maastricht staat te juichen. Juichen als een overwinning dat ze 52% buitenlandse studenten hebben. Ik begrijp het nog steeds niet waarom dat op die manier zo ideologisch ingestoken wordt, dat het zo belangrijk is om met dit soort aantallen naar de buitenwereld te laten gaan, terwijl die docenten staan te klagen dat ze over werkdruk. De heer Özdil. Voorzitter, we verschillen duidelijk van inzicht als het gaat om de causaliteit, de oorzaken van die werkdruk waar de heer Beertema terecht op wijst. Daar wijs ik ook op, daar wijst volgens mij iedereen op. Ook al zouden er 0 uitwisselingsstudenten binnenkomen, die werkdruk stijgt alleen maar vanwege andere oorzaken, die oorzaken waar mijn collega Beertema niet naar wil kijken of durft te kijken, dat weet ik niet. Maar ik ben in ieder geval blij om nogmaals te horen dat hij liever de koe niet bij de horens vat, maar bij de staart. Dank u wel. Voorzitter. Gaat u verder. Dank u, voorzitter. Tot slot. De fundamentele vraag waar we in Nederland voor staan is: waar draait onderwijs uiteindelijk om? We staan denk ik op een kruispunt. Gaan we op dit pad door met ons onderwijs steeds meer als product, met onderwijsinstellingen als bedrijven, dan kijken we weer de heer Beertema aan, als bedrijven die een product verkopen. De gevolgen zijn evident. De constante, overmatige, stijgende werkdruk van het primair onderwijs tot en met het wetenschappelijke onderzoek. Voorzitter, laten we een ander pad opgaan. Want de essentie van onderwijs is dat de persoonlijke groei, ontwikkeling en creativiteit van mensen wordt gestimuleerd. Laten we weer kinderen, leerlingen en studenten gidsen en begeleiden om hun zelfontplooiing tot ultieme bloei te brengen. En laten we stoppen met studenten en docenten continu afrekenen op cijfertjes. Want voorzitter, onderwijs is geen product, studenten zijn geen consumenten en wetenschap levert je niet op bestelling. Dank u wel. Dank u.